Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag zitten we met een nieuwe Call of Duty Cold War Care Package Bingo. En vandaag gaan we weer verder met de serie, de Care Package Bingo. En wat deze serie is, we hebben een Care Package en moeten daar zien al onze streaks uit te halen. Het is natuurlijk zo dat de harp is toegevoegd, dus de harp moeten we niet halen uit onze Care Package. Als we hem halen, ja, dat is alleen maar chill, want dan kan iedereen zien op de map. Maar voorlopig... Zo, een boertje moet er soms uit. Voorlopig moeten we nog een pipeline halen. De cruise missile, de air patrol, war machine, visual escort en gunship. Zoals je kan zien op de bingo kaart. Dus ik ben benieuwd wat voor streaks we vandaag gaan droppen. We spelen met de LC10 domination. Of we gaan nu gaan spelen, geen idee. Dus vind je het leuk, dus ik heb duimpje op mijn vrienden te abonneren. En belletje te drukken en dan gaan we naar het potje. Alright, we zijn aangekomen op de map Teasel. En het is een kleine playing game, maar ja, zoveel verschil maakt dat nu ook weer niet. Ja! Care package droppen! Dat is het heen dat vandaag moet gebeuren. De key is... niet doodgaan. Ja, dat is sowieso de key. Nee, de key is om zo hoog mogelijk een streak te droppen. Volgens mij met een 7 streak kun je je care package al droppen. We gaan natuurlijk voor de 10 streak, dan kunnen we onze harp gaan droppen. Dus ja, een streak droppen, alleen nu ben ik al een paar keer dood gegaan, dus dat is geen streak droppen. Het is Diesel. En Diesel vind ik een beetje een wisselvallige map. Af en toe kan die leuk zijn. Maar af en toe kan hij ook kut spelen. Puur omdat je dus een beetje moet oppassen met de mensen die spelen. Want mensen spelen redelijk vies in deze map. Ik hoor hem lopen. Sorry, ik hoor je lopen, vriend. Nog één. Voor hem. Sorry, ja, ik zit op mijn geluid te letten. Ik zag je daar. Spant er hier een. Zo, oké, we hebben een care package al binnen. Zo, zo. Dat ging snel. Wacht, komt er hier nog een? Oh, kut. Oké, 10 streak. En daar gaan we dood. We hebben de war machine, holy shit. Oké, dat is care package nummer 1. De harp is ook al bijna binnen. Ik zie een 10 streak droppen en... ik stik bijna. Een 10 streak droppen en dan heb je het eigenlijk al bijna. Wat is dit? Een spyplane. Sorry, maar die spyplane hadden we nog nodig voor onze bingo kaart. Dus ik claim hem wel. Het is niet het beste. Score streaky. Maar ja, natuurlijk moeten we wel de bingo kaart vol hebben. Ja, de spyplane hoort daar ook natuurlijk bij. We hebben wel een engineer aanstaan, mochten we een item hebben die we al hebben. Dan kunnen we die switchen. Staat hier een klote jammer. Staat er hier... Oké, nice, teammate heeft hem. Die is ook dood, kom teammates, moet bijpakken. Ik wil ook wel het potje eigenlijk winnen. Ik wil hier lopen. Ja, die hebben we. Nice, komt er nog een teammate, teammate, teammate? Oh my god, ik heb hem nog. Oh ja, wacht. Even liggen, even liggen, even liggen. Oké, okay, nice, we hebben de harp al binnen. Nee, oh, die was zo scheef, hè. Ah, ik had daar mijn dinges moeten pakken, mijn warmachine. De cooldown van de care package zit erop, dus we kunnen een nieuwe halen. Zit er nu nog een? Nice. Oké, okay, nieuwe care package hebben we. Ik gooi hem hier neer even, zo, voilà. Ik weet niet of dat handig is. We gaan het meemaken.
Hoe snel dat we de carepakketjes gooien, hoe snel dat we nieuw kunnen halen. Even terug, even terug, even terug, even terug. Body armor, die hadden we al. Een harp. Oké, die is wel nice. Pas op, carepakketje ontploft. Nice, I was in the woods. Niet nice. Ai, 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 armor hadden we volgens mij al. Ik heb niet gekeken op mijn bingo kaart. Ik had eigenlijk puur gehokt. Maar ik dacht dat we die al hadden. Maar B zijn wel kwijt. Ik kon er niet op springen, want ik was weak. Zo zitten dat te campen, jongen. Die is ook neer. We hebben nog een harp, maar die wil ik eigenlijk liever bewaren. En we zijn dood, die had ik daar niet zien staan. Maar we gaan op zich wel lekker. 36 om 7. En we hebben al 2 kerpakketjes gedropt. In 1 ronde. Die is ook dood. Staat daar nog een jammer? Ze komen hier allemaal. Nice. Halftime. Op zich gaat het echt wel goed. Op zich gaat het goed. 38-7. Sowieso. Prachtige killcam ook van mij. Ja, kijk. Dat is 2. En waar is nummer 3? Nee? Oh, de kutkillcam. Het duurt allemaal zo lang. 3. 4. Die had ik echt mijn geluk. Ik wist niet hoe ik die nog had. Ik dacht van teammate, help me. Maar je teammate helpt me niet. We hebben wel nog harp staan. De cooldown van de carepack zit erop. 1900 punten hebben we nodig. Dus ik denk wel dat het op zich goed moet komen. Als we nu nog 2 carepackjes kunnen droppen, dat zou echt heel top zijn eigenlijk. Ik ben eigenlijk wel bang dat er nu iemand een nijpatrol heeft. Ja, counter UAV. Dat bedoel ik. En ik zet wel mijn ding hier neer. Gelukkig heb ik mijn harp niet ingeroepen. Die gast gaat daar komen. En mijn rug. Ik had hem niet gezien. Ja. Die counter UAV moet er even uit. Volgens mij heeft er ook geen één iemand een RPG of iets anders aan staan om die counter uit de lucht te halen. Moet hier. Er komt er een aan volgens mij. Ja, daar staat hij. Ze hebben nog een counter. Ja, ik kan niks. Ik zit hier vast. Ik heb ook geen tactical mask aan staan, maar ik heb mijn engineer ervoor aangezet. Ik moet rennen. Zit er hier een binnen? Die is neer. Wat moet er hier links van me? Zo neer. Nog één. En me, oh, die kwam in mijn rug. Ik dacht dat die via de zijkant kwam. Kom maar, we moeten zo goed als in de eerste ronde gaan. Komt hij denk je? Of loopt hij door? Loopt door. Nice. Ja. Oh, kut. Oh my god, ik heb hem weer zo. Oh my fucking god. Jij bent geoond. En ze hebben een chopper. Ik roep mijn ding is niet in mijn harp. Maar ik heb er niks aan om een chopper of mijn harp in te roepen als ik heel de tijd dood zou gaan. Eén iemand haalt zijn streak states. Het ging zo goed, hè, maar mijn team is die. Ja. Ah, kut, sorry. Ik kan alles. Alleen moeilijk alles op mijn teammate steken. En ik wil ook niet zeggen dat ik de pro ben van het potje, maar. Zo te zien moet ik het toch wel in mijn eentje bijna doen. Ik ben naar dat tankstation rennen en daar gewoon keihard gaan campen. En die chopper heeft me. Kut. We hebben wel een nieuwe care package. Ik ga hem hier roepen. Ik ga hier een beetje schuilen. Komt er nog een? Zit hier nog ergens een? Care package is geland. Een attack hier, die hebben we al. Een napalm strike. Kut. Kut. Hadden we eigenlijk een attack chopper? Maar ik ga eens kijken op mijn kaart. Wacht hoor. Mijn kaart, waar is die? Hadden we die al? Ja, we hadden die al gelukkig. Ik zit te switchen, maar ik weet niet eens of ik hem al had of niet. Maar ik had hem dus. Gooi hem hier. Losing A, dan komen ze volgens mij hier. Weer een counter. Ik heb nog steeds mijn hart niet kunnen herroepen. Ik moet echt mijn harp gaan herroepen.
Ah shit, ze bleef dat maar spawnen. Ik snap het niet waarom, maar ze bleef dat maar spawnen. We moeten beker gaan campen. Die kapot schieten. Staat daar nog een jammer? De jammer moet kapot. Is die kapot? Waar staat die jammer? Ik hoor er een. Ik hoor nog een links. Ah kut, die jammer stond binnen en ik had hem te laat gehoord. Oh, we gaan verliezen. Ja, ik roep mijn harp in. Ik heb echt mijn harp zitten verneuken, jongen. Ja, we hebben verloren. We hebben verloren. Dit ging zo goed. Maar ik wil niet veel zeggen, maar mijn teammates die werkten niet mee, hè. Oh, ik vind dit zo jammer. Die tweede ronde hebben we zwaar weggegeven. Ik ging zo goed. Maar we eindigen zo slecht. Nou ja, maar niks aan te doen. We hebben wel een spyplane gehaald. Dus dat wil zeggen dat we één streak weer kunnen afvinken. We hebben drie keipakjes gehaald. Twee in de eerste en één in de derde ronde. Maar was een goede play eigenlijk. Dus hierbij zetten we wel de video er weer op. Doe een duimpje omhoog als je genoten hebt. Vergeet niet belletje en te abonneren. En dan zijn we zo snel mogelijk terug met het vervolg van deze serie. Dus tot de volgende keer. Joe.